de nachtzoen. Hij zag zichzelf in de loop van zijn leven steeds minder tobben. Vlak voor het slapen gaan doet hij letterlijk een boekje open over wat en wie hem daarbij geholpen hebben. Een nachtzoen van Martijn Hellenius. Jij hebt wat boekjes meegenomen. Ja. Wat zijn het? Ja, dit zijn van die opschrijfboekjes. En mijn huis, die zwerven zo'n beetje door mijn huis heen eigenlijk. Er ligt er ook altijd eentje naast mijn bed. Mag ik kijken of is het heel erg privé? Nee, je mag er wel in bladeren. Er zitten... Ik lees graag en ik heb mezelf op een gegeven moment een beetje eigen gemaakt. Om als ik een soort quoteje tegenkom of een citaat waarvan ik denk, god, dat staat er mooi of dat vind ik waar. Om dat dan op te schrijven in een van die boekjes. En zo ben ik langzaam maar zeker een soort archiefje aan het aanleggen. Stel ik mij zo voor dat je op een gegeven moment, als je echt oud bent, allemaal van die boekjes vol met allerlei wijsheden, citaten, spreuken hebt die mij in mijn leven hebben aangesproken. En je schrijft hier ook over een droom? Oh ja, dat klopt. Dat is wat grappig. Of was je die even vergeten? Het zijn dus, soms zijn het losse ideeën van die ik gewoon zelf heb of dingen waar ik zelf op kom. Het meeste zijn citaten uit boeken. Maar ik heb ook één keer inderdaad een droom opgeschreven. Omdat wat geeft dat jou als je dromen opschrijft? Nou ja, ik ben er voor mij wel achter gekomen dat dromen, het is een beetje klassiek Freud eigenlijk, dat dromen je toch vaak op iets wijzen of iets voor je oplossen in de nacht, wat je waar je in de dag niet helemaal uitkwam. Dat merk ik wel. Voor jou verhelderen dromen misschien juist. Soms wel, ja. Soms kun je er natuurlijk ook geen touw aan vastknopen. Dat gebeurt ook wel eens. Dat heb ik namelijk altijd. Ik word altijd wakker en denk, huh? Ja. Nee, ik ontdek er soms wel thema's in. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n thema wat voor jou een grote rol speelt? Ik merkte bijvoorbeeld wel dat het thema dat de naardere dromen vaak een uitsluitend karakter hebben. Dus dat het vaak dromen zijn waarin ik niet... er niet bij mag, er niet bij hoor. Dus dat bijvoorbeeld, daar ben ik op een gegeven moment achter gekomen. Dat is zo'n thema, ja. En kun je daar dan ook wat mee? Of is het gewoon goed om te weten? Het is volgens mij goed om te weten. Volgens mij is het, wijst het je op iets. Geldt dat ook voor wat je nu net noemde? Van dat een thema dat voorkomt wel eens is er niet bij horen. Heb je daar dan ook een soort weggetje in meegemaakt? Of heb je daar een stapje verder in kunnen zetten? Dat gaat heel langzaam, denk ik. Ik geloof wel dat ik merk bijvoorbeeld ook dat ik steeds beter ga slapen met het klimmen der jaren, zou ik willen zeggen. Vroeger kon ik echt mezelf wakker houden met gepeins en getop. En dat wordt beter. En daar leid ik toch ook een beetje uit af dat ik gewoon wat gelukkiger, wat rustiger ben. Dus ik denk dat ook dat soort dingen wel steeds beter worden. Steeds minder erg worden. Wat mooi. En wat is er nodig op die weg daar naartoe? Nou, wat je zelf volgens mij moet doen is... proberen toch de hele tijd naar jezelf te luisteren, om de hele tijd te denken, wat voel ik nu? Is dat prettig? Zo nee, hoe kan ik dan bijsturen? Ik vind dat je dat ook wel een beetje ziet in mijn werkpad. Dat is toch dan dit doen, dan op een gegeven moment denken, ja, maar nu ben ik iets te veel dit, ik wil eigenlijk meer dat. Ik op mijn website staat dat ik cabaretier, acteur en schrijver ben. En de ene keer staat cabaretier vooraan en nu ben ik eigenlijk meer scenarist. Staat nu meer vooraan. Dat hoort er voor mijn gevoel ook bij. Dat je de hele tijd een beetje bij durft te sturen. Dat je daarin goed luistert naar jezelf. Misschien het zoeken naar van dit soort stukjes tekst waarvan je denkt... Die kloppen, dat kan er misschien ook wel best een klein steentje aan bijdragen. Maar je moet het meeste denk ik toch zelf doen. Er is één stukje tekst dat jij vanavond mee wil geven, hè, voor het slapen. Ja, nou, ik heb het gewoon toen in aanloop naar dit gesprek een beetje zo gescand op... ging ik het weer doorlezen en toen kwam ik één citaatje tegen wat ik ineens weer dacht... God, ja, dat vind ik bijvoorbeeld zoiets wat je dan weer leest en waarvan je denkt, ja, dat is, vind ik goed gezien... Dat kwam ik tegen in een
in een column, volgens mij, van Esther Gerrits in de VPRO-gids. Dus het is, ik haal het overal en nergens vandaan. En die schrijft op een gegeven moment... Toen ik jaren geleden antidepressiva slikte, leerde ik de betekenis van vertrouwen kennen. Ik mag ergens in vertrouwen, dacht ik eerder, als ik van tevoren zeker weet dat de afloop goed zal zijn. Ik verwarde vertrouwen met garantie. Dat is van Esther Gerrits dus. En dat vind ik een goede waarneming. Ik herken dat ook, dat je kunt denken, maar hoe moet je op iets vertrouwen als je de afloop niet kent? Terwijl vertrouwen is iets wat van jou is. Wat je kunt hebben in de dingen die je doet, ongeacht dat je weet waar het heen gaat. En dat is zo, misschien wel een van die draaien die ik moet proberen te maken in je leven. Dat je vertrouwen komt juist kijken als je geen garanties hebt. Dan is het in ieder geval nodig. En dan leer je ook kennen, dan leer je ook, begrijp je ook dat het iets is wat jij bij je draagt en wat niet afhankelijk is van of de dingen lukken of niet. Maar dat is iets van jou. En het helpt je in je gang, in plaats van dat het iets is wat komt als het maar goed uitpakt. En dat is een soort klikdraai die je moet maken. En als dat lukt, dan ben je denk ik net weer een klein stapje verder.